Het is een game, het is gewoon zo mooi. Ik kan het niet handelen hoe mooi het is. Ik kan het gewoon niet handelen. Hallo allemaal en welkom bij deze video. En mijn naam is Wilbo. Het is vandaag een super speciale dag. Het is vandaag 27 oktober 2017. En dat betekent dat er een hele bijzondere game uit is. En dat is Super Mario Odyssey. En ik ben zo fucking tyfus hyped om deze game met jullie te gaan spelen. Vergeet natuurlijk deze video niet te liken en te abonneren. En als je al geabonneerd bent, bedankt voor alle support. Dan gaan we nu gewoon meteen, zonder nog langer door te kletsen over wat voor Mario fan ik ben en hoeveel Mario games ik heb gespeeld en hoe ik al sinds ik klein was Mario speel, gewoon met de game beginnen. Dus we drukken nu op start. We beginnen nu meteen gewoon van het begin van de game. Het is de allereerste keer dat ik het ga spelen en ik heb er zo zin in. In de wolken boven Peach's kasteel. Oh, een dikke epische battle tussen Mario en Bowser. Nog steeds en alweer. Bowser back at it again. Wordt hij er nou nooit moe van dat hij altijd Peach gaat ontvoeren? Echt altijd. Nu ook echt in een trouwpakje en zo. Is dit toch gewoon een fucking tutorial of niet? Oh, het ziet er toch mooi uit ook, hè, deze Mario. This is the end. Oftewel, dit is het einde. Waarom stoot hij mijn hoedje af? Denkt hij nou dat dat... Hoe effectief was dat? Is dat gewoon omdat hoed... Wow... Ah. Oh. Nu is het enige wat ze nog heeft. Oh. Hij stapt op mijn petje. Mijn Mario pet. Mijn trademark Mario petje. Hij wil trouwen met Peach. Waarom zou zo'n monster willen trouwen met een vrouw? Ik weet niet hoe dit werkt. Ik weet niet hoe dat zou werken. Oh, daar waait mijn petje nu. Ja, daar gaat Mario's petje. Oh, hij wordt ook helemaal versnipperd nu. Nee. Huh? Wat is dit nou weer? Dit is een spookhoedje of zo. Waar ben ik nou weer beland? Waar is Mario nou weer beland? Hoe komt hij hier? Hij was toch bij Peach's kasteel? Waar is dit nou weer dan? Hoe ben ik nou opeens weer in een compleet nieuwe wereld? Look around. Wow. Zie, dit is helemaal zwart en spookachtig. Oh. Oh, nu is hij bang! Dit is een land vol met van die dingen. Hoe ben ik nou weer in een land met hoedgeestjes gekomen? We waren boven Peach's kasteel. Ik val van het schip en opeens ben ik in een totaal andere wereld. Wat is er gebeurd? Oké, helemaal goed. Maar, oh, nee, maar hij zit helemaal van, waar is mijn pet? Dit is iets te groot. Ja, dit voelt niet hetzelfde. En nu wordt hij mijn nieuwe pet. Nu wordt hij mijn, kijk, ja, nu zitten ze van... Dat is beter. Ah, oh, nu kunnen we dus dat. Nu kunnen we wat Bowser ook om. Maar nu moeten we dus, als het goed is, daar zien te komen. Bij dat schipje daar. Maar hoe? Waarom staat er nog steeds een beeld throw cap? Wauw, dus dat kan hij ook. Ik kan nu een beetje experimenteren met wat Cappy eigenlijk allemaal kan. Oké, en wat doet dit? Oh, er komt nu zeker een brug omhoog. Ja, het is wel mooi. Het is wel mooi allemaal. Ik ben net een klein kind nu. Ik ben hier zo blij mee. Maar ik wil eerst de posters weghalen. Niemand wil Bowser's hoofd zien. Oh, nu is de deur open. Inside the Head Tower. Dit is ons eerste leveltje gewoon. We beginnen wel meteen met de actie, hè. Het heeft niet echt een prologue van alles is goed. Maar dat heeft Mario nog nooit echt gehad. Het is altijd meteen. Eerste seconde van de game. Peach is ontvoerd. Go. Weet je wel. Try throwing me at the frog. En nu ben ik een kikkertje. Wat gebeurt er met mij? Mario denkt, wat gebeurt er met me? En zijn ziel wordt getransporteerd. Oh, nu zien we hoe het er voor Mario uitziet. Voor Mario ziet het inderdaad heel raar uit nu. Want nu wordt hij een kikker. Hij transformeert in de kikker. Oh, er schijnt niks mis te zijn. Totdat hij naar zijn handjes kijkt zeker. Ja, hij heeft ook echt een snorretje, dat kikkertje nu. You captured a frog. Wauw, nu kan ik vet hoog springen. Dat is wel cool, dat is wel cool. Ik was een beetje sceptisch erover eerst, weet je wel. Ik had echt zoiets van, vind ik dat wel oké? Vind ik het wel oké dat Mario like, alles kan overnemen zoals een fucking T-Rex? Ik weet niet of ik ook pijn kan krijgen als ik nu tegen ze aanloop. Ik denk het wel. Maar aan de andere kant is het niet mijn lichaam. Maar ik heb ze allemaal dood, geen probleem. Want ik ben natuurlijk fucking pro. Dit wordt echt mijn nieuwe vrije tijdsgame. Want ik moet zeggen... Toen ik Zelda uit heb, miste ik wel wat. Weet je, ik heb heel veel andere games gespeeld ondertussen en uitgespeeld. Maar er was iets dat Zelda had, weet je wel, dat ik gewoon miste. En ik denk dat ik dat met deze Mario weer terug kan krijgen. Een
hartje? Wat is dit nou weer dan? Maar dan kan ik weer levens erbij krijgen als ik pijn heb gekregen een keertje. Oké, dat is cool. Maar hoe cancel ik nou weer dat ik een kikker ben dan? Of kan dat niet? Gaat het automatisch? Oh, press set L to return to normal. Wow. En die kikker is nu zo van, wow, that's weird. En dan verdwijnt hij ook. Oké, wie zit hierachter? Wie zit hierachter? Oh, wow, het zijn konijntjes met hoedjes op. Wow. Ik had verwacht dat het de Koopaling zou zijn of zo. Carlos da. En dan zie je allemaal hun konijntje over. En dan Broedals. Oké, de Broedals noem ik ze dan gewoon. Oké, dit wordt mijn eerste boss battle. Oh, hij heeft natuurlijk ook krachten met hoeden. Alles is hier een beetje gefocust op de hoed, weet je wel. Kijk, en nu kan ik op zijn hoofd springen. Bam, dat is één hit. Zonder dat ik zelf een hit heb gehad. Alle combat is hier natuurlijk een beetje gefocust op springen. Want we zijn Mario. Oh nee. Kijk, dat ging netjes. What the fuck is dit nou? Ik kan hier gewoon stilstaan. Hier, ik gooi gewoon mijn hoed weer 3 keer. En nog een keer. En ik spring er nog een keer op. Bam! Wat is gebeurd met de vertrouwde 3 keer, Nintendo? Waarom is het opeens 2 keer? Het is altijd 3 keer geweest. Nu krijg ik een ster. Of nee, wacht, een maan, denk ik. Of ik krijg gewoon helemaal niks daarvan. Nu ga ik naar de stad, I guess? Ik weet niet waar ik nu helemaal heen ga. Super Mario Odyssey. We hebben nu net een tutorial overleefd. Nou, dat is echt helemaal prima. Ik ben er klaar voor, jongens. Ik ben klaar voor de game. Ja, wauw. Cascade Kingdom. Maar we gaan nu dus gewoon vandoor. Niet eens van, eyo, je hebt het gehaald of zo, weet je wel. What the fuck, Mario? Wat is dit voor een rare cutscene? Hij moet er nog wel even allemaal aan wennen, zo te zien. Our first power moon. Wauw, dus nu gaan we voor een maandje inderdaad. Het is een mooie game en ik kan hem ook nog eens meenemen op de go. Dat is toch prima. Oké, we zoeken hier dus naar een oud schip dat we gaan vinden. Nou, dat komt helemaal goed. Ik vind het wel raar om Mario te zien in zo'n setting als dit. Want zoals je ziet is deze texture van het gras... is like een foto van realistisch gras. Maar normaal gesproken bij Mario heb je altijd cartoon gras, weet je wel? Oh, classic. Ik moet dat ding loshalen. Oh, wauw, ik kan dat ding zijn. En poep. Kijk, simpel. Kijk, dat is altijd mijn favoriete jump, hè, zo'n long jump. Kijk, we hebben onze eerste maan. Yay! Dat ze daar niet eerder op gekomen zijn dat je ook fucking maan kan doen in plaats van een ster. Ik kan Dino Mario worden. En dat ben ik ook zeker van plan te doen. Een realistische dino. Hoppakee. En nu ben ik Dino Mario! Ik wist wat ik moest doen. Oké, tijd om alles kapot te maken in mijn pad. Zo, waaronder jou. En waaronder jou. En misschien kan ik deze muur ook kapot maken. Dit ziet er als een kapot maakbare muur. Zie, ik wist het. Hier was een power moon. Maar dat betekent niet dat ik niet eerst deze muur even kapot maak. Zo, echt. Ik moet wel alles kapot maken namelijk. Volgens mij kan ik hier voor de rest hier gewoon verder. Dus bye bye Dino. En we hebben 2 power moons. Jump through the rocks. Ik moest eigenlijk met de chomper doorheen. Maar weet je, whatever. Ik gebruikte de Dino. En dit. Kijk, dit doet me dus heel erg denken aan. Dit is echt classic Mario, maar het doet me gewoon ergens denken aan The Legend of Zelda A Link Between Worlds. Want daar kan je ook zo in de muur, weet je wel. Ik denk dat ze daar ook wel een beetje van hebben. Ik gebruik meestal bij 2D sidescrollers zoals dit, gebruik ik altijd deze, de D-pad. Alleen, dat mag nu niet, dus. Oh, want dan doe ik nu dit mee. Hier is dus echt 's werelds dikste konijn in een hele strakke jurk. Waarom heeft iedereen dat in deze game dezelfde soort ogen als die petjes? Oh, ik weet precies wat ik moet doen hier, hè. Ik weet nu al wat ik hier moet doen. Ik moet nu gewoon zo doen en dan moet ik... Kijk, nu heeft hij geen petje meer. Auw! En nu kan ik hem overnemen en nu kan ik aan... En bam! Oh, dat moet plein. Dat moet pijn doen. Oh, dit is een nieuwe move. Ik wil die muntjes hebben, alsjeblieft. Dus ik pak eerst even al die muntjes. Dankjewel. En dan nok ik nu even graag het petje ervan af, zo. En dan neem ik hem even over weer. En dan ga ik weer even... Nee. Goed zo, we gaan dit doen. En hoppakee.
Just like that. Dat wist ik. Ik had het door. Oh, nu heeft ze gele ogen. Nu is ze boos. En nu is ze opeens roze. Ja, yeah, ik neem je petje ook weer even open. Dankjewel. Mag je even overnemen? Dankjewel. Goed zo. En poep. Yeah! Nu raakt het hele gigantisch grote en vooral dikke konijn buiten Westen. En verdwijnt die poef neer. Volgens mij heb ik die konijn vermoord. Well then. Ze was niet echt evil of zo, maar oké. En nu hebben we er weer drie bij. Ik weet niet hoe het komt dat Mario altijd kan vliegen, want bij Super Mario Galaxy was het logisch. Maar hoezo zweven we er nu naast? Hoezo is dat nu een ding? Laten we nu maar ons schip gaan proberen of het werkt. We hebben er gewoon 5, zegt hij. Kijk, 5 Power Moons, is dat genoeg om ons schip even lekker schoon te maken? Ja hoor, volgens mij wel. En nu is het opeens mooi rood. Vanwege Mario's hoed. En de Odyssey is restored. En dat betekent dat ons avontuur pas net begonnen is. Deze game, het is gewoon zo mooi. Ik kan het niet handelen hoe mooi het is. Ik kan het gewoon niet handelen. En Mario vindt het ook heel mooi. De petloze Mario nu, omdat zijn buddy is. Waarom krijg je nu een kapiteinshoed op? Ik wil geen kapiteinshoed op. Ik wil gewoon Mario's rode pet op. Mijn OCD is kicking in. OCD is kicking in. Het matcht niet met elkaar. Dan moet je ook een outfit erbij hebben. Ik ben fucking goed in Mario Odyssey. En ik ga het zeker nog meer spelen. Spelen jullie ook Super Mario Odyssey? Heb je een Nintendo Switch? Laat het me weten in de reacties. Dan gaan we daar even lekker verder babbelen. Vergeet natuurlijk nogmaals niet te abonneren. En te liken. En dan zie ik jullie niet letterlijk in de volgende video. Doei! Wow, dat heb ik echt lang niet meer gedaan eigenlijk. Dat is echt de oldschool outro dit. Hold on.